Welkom bij Het Heelal en Meer. Ik ben Roy Smits en in deze serie vertel ik over het universum en wetenschap. In mijn boek Telescopen en Tijdmachines vertel ik over de geweldige ontdekkingen die er gedaan zijn met telescopen. Maar ik vertel ook over tijdmachines. Dat zijn eigenlijk de telescopen, want daarmee kunnen wij letterlijk terugkijken in de tijd. Maar tussendoor vertel ik ook over tijdmachines zoals we die in films tegenkomen. En daar ga ik het vandaag over hebben. Hey, hallo. Ik kom uit de toekomst. Nou, en? Kijk, ik heb gewoon een tijdmachine. Het concept van tijdreizen werd in 1895 beroemd met het verhaal The Time Machine van Herbert George Wells. In het verhaal wordt voor het eerst een machine geïntroduceerd waarmee je naar voren en achteren door de tijd heen kunt reizen. En uiteraard vond dat concept zijn weg naar het witte doek. It was disconcerting to see the sun arc in less than a minute. To see a snail race by. My flowers flinging wide their petals to embrace the new day. And the hours speeding across the face of my sundial. And the flowers closing their eyes for the night. Sindsdien komen tijdmachines en tijdreizen veelvuldig voor in films. En vaak is dat pure fantasie. Maar soms gaat het om echte wetenschap. In de filmklassieker Planet of the Apes verdwaalt een astronaut in de ruimte. Hij komt terecht op een planeet waar intelligente apen heersen over mensachtige wezens. Aan het einde van de film zien we de briljante onthulling. Spoiler alert, voor degenen die de film niet gezien hebben. Het blijkt dat hij al deze tijd gewoon op aarde was, maar in de verre toekomst. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Dit is helemaal geen vergezochte fictie. Dit zou echt kunnen. En dat volgt allemaal uit die beroemde theorie van Einstein, de relativiteitstheorie. Daarin stelt Einstein dat tijd en ruimte vormbaar zijn. En dat ruimte kan uitdijen en kan inkrimpen. En dat tijd sneller kan lopen of juist langzamer kan lopen, afhankelijk van hoe snel je beweegt. Dat is wat die astronaut was overkomen. Zijn ruimteschip ging zo snel dat tijdens zijn reis maar liefst 2000 jaar waren verstreken op aarde. Meer uitleg over hoe het allemaal werkt? Dat vind je in mijn boek. Een ander prachtig en ook ontroerend voorbeeld zien we in de film Interstellar. Het is namelijk niet alleen snelheid die bepaalt hoe snel of langzaam tijd verstrijkt. Ook massa speelt een belangrijke rol. De massa van de aarde bijvoorbeeld zorgt ervoor dat tijd hier iets langzamer verstrijkt dan in de ruimte. Dat effect is zo klein dat je er niet van merkt, maar het bestaat wel en het is ook echt gemeten. De GPS-satellieten bijvoorbeeld, die hebben daar last van. Tijd en dus de klokken aan boord van die GPS-satellieten lopen ietsje sneller dan tijd hier op aarde. Dus als je er niet voor corrigeert, dan werkt het hele GPS niet. Wat zou er gebeuren als we in de buurt zijn van de astronomische massa van een zwart gat? Dat overkomt astronaut Cooper in de film Interstellar. Hij zit een paar uur lang vast op een planeet dat rond een zwart gat heen draait. En wanneer hij weer terugkeert in zijn ruimteschip, zijn er 23 jaar verstreken. Hij bekijkt de talloze videoboodschappen van zijn familie. Hij ziet hoe de wereld zonder hem is verder gegaan en hoe zijn familie de hoop opgeeft hem nog ooit terug te zien. Finished second in school. It's currently still giving me C, so pulled me down, but
I think it's not bad. Grandpa attended the ceremony. Oh. I met another girl, Dad. I really think this is the one. Name's Lois. Is that right there? Murphy stole Grandpa's car. She crashed it. She's okay, though. Hey, Dad. All these messages are just drifting out there in the darkness. Lois says that I have to let you go. And so I guess letting you go. I don't know wherever you are, Dad. Well, but you're at peace. Maar de meeste films trekken zich helemaal niet zoveel aan van wetenschap. Het is meestal weinig science en juist veel fictie. In het bijzonder zien we vaak dat tijdreizen helemaal geen tijdreizen is, maar teleportatie. En het meest bekende voorbeeld daarvan is uiteraard Back to the Future. Een absoluut meesterwerk, ook al is het pure fictie. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. We zien hoe de beroemde DeLorean met veel vuur spontaan verdwijnt en een minuut later weer tevoorschijn komt. En de auto heeft geen andere route genomen ofzo, maar is gewoon van het ene moment naar het andere moment geteleporteerd. Hetzelfde zien we in films als Terminator, 12 Monkeys, About Time, Doctor Strange, The Avengers, Endgame, Hot Top Time Machine en The Girl Who Leapt Through Time. Kelling brengt wat vaart in het verhaal of zo. Er is nog een onderscheid in de verschillende vormen van tijdreizen. En dat heeft te maken met de consequenties van het tijdreizen. We gaan het even hebben over het grootvaderparadox. Stel, je reist terug in de tijd en per ongeluk vermoord je je grootvader terwijl hij nog jong was. Dit nogal lugubere idee komt van een heel oud science fiction verhaal. Maar het gevolg is dat jouw vader nooit geboren wordt. En dus jij ook niet. En dus reis je ook niet terug in de tijd en blijft je grootvader gewoon leven. Dat is het grootvaderparadox. Het beste voorbeeld hiervan zien we terug in Back to the Future. Waarin de hoofdpersoon Marty terugreist in de tijd en voorkomt dat zijn vader aangereden wordt. Maar daarmee voorkomt hij tevens dat zijn vader zijn moeder ooit ontmoet. En dus zien we later in de film hoe Marty langzaam verdwijnt in het niets, omdat hij nooit is geboren. In deze film is er dus één universum, gevuld met eindeloos veel gebeurtenissen, die alle tijd en ruimte van het universum opvullen. Maar deze gebeurtenissen, zoals de vader van Marty die aangereden wordt, kunnen herschreven worden. In deel 2 van Back to the Future veranderen de regels opeens, want daarin wordt uitgelegd dat door tijdreizen er een heel nieuw universum ontstaat. Let me illustrate. Imagine that this line represents time. Here's the present, 1985, the future, and the past. Prior to this point in time,
Somewhere in the past, the timeline skewed into this tangent, creating an alternate 1985. Alternate to you, me, and Einstein, but reality for everyone else. Geen wonder dat tijdreizen in films zo verwarrend is. In sommige films zien we nog een derde mogelijkheid. Namelijk dat het verleden vast ligt en onveranderlijk is. Dus zelfs al zou je terug kunnen reizen in de tijd, dan nog kun je helemaal niets veranderen. En dat wil zeggen dat we helemaal geen vrije wil hebben, want wat je ook doet, de uitkomst ligt al vast. Dat zien we bijvoorbeeld in de film 12 Monkeys, waar de wereld beheerst wordt door een dodelijk virus. Wetenschappers sturen mensen terug in de tijd, niet om de uitbraak te voorkomen, dat kan immers niet, want het is al gebeurd, maar om te achterhalen waar en wanneer het virus is uitgebroken. Binnen de wetenschap is er veel speculatie of tijdreizen echt mogelijk is. En zo ja, wat zijn dan de regels? En waarom zien we om ons heen nergens mensen uit de toekomst? We weten dat tijd vormbaar is, dat het sneller of juist trager kan lopen, maar kan het ook breken? Kun je zomaar een ander tijdperk binnenstappen? In 2009 organiseerde de beroemde wetenschapper Stephen Hawking een groot feest. De uitnodigingen voor dit feest stuurde hij pas op nadat het feest al was afgelopen, zodat alleen tijdreizigers zouden kunnen deelnemen. Opvallend genoeg kwam er helemaal niemand opdagen. Dus kennelijk is tijdreizen zo makkelijk niet. Maar al zou blijken dat tijdreizen natuurkundig gezien wel degelijk mogelijk is, dan nog is het waarschijnlijk zo onpraktisch om tijd te kunnen reizen, dat we hoogstwaarschijnlijk nooit het verleden zouden kunnen bezoeken. Tijdreizen is natuurlijk een prachtige fantasie. En het is ook prima dat men daar veelvuldig gebruik van maakt in verhalen. Maar de echte tijdmachines, dat zijn de telescopen. Want daarmee kun je letterlijk terugkijken in het verre verleden. En natuurlijk zijn klokken letterlijk tijdmachines. Klokken zijn tijdmachines. Ik ga even een reisje maken en dan zie ik jullie in het verleden.